Yo, Efteling fans. Super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vergeet niet te abonneren. Vandaag gaan we even praten over de vogelrok. Want de vogelrok is weer uit de stijgers. Want ja, nu kunnen we weer via de echte ingang. En ik zou zeggen, het is zo mooi geworden. En we gaan even naar kijken bij Doornroze. Want Doornroze is weer geopend. Ja. Want er is een nieuwe karakter te zien. Want bij Doornroze kun je nou iets nieuws vinden wat we nooit hebben gezien. Hou goed op de hoogte. Als jij in de Efteling bent, maak dan beelden, een video, stuur dat naar mij door via de WhatsApp. Als iemand mij heeft tenminste. Maar ja. En we gaan nu even kijken bij de 3 achtbanen. Ja. Joris en de Draak is nog steeds dicht. Want die staat nog in onderhoud. En natuurlijk de Vliegende Hollander is er ook nog in onderhoud. En de Python, die is ook in onderhoud. Want ik zag het laatst. Want. Want ik zag het laatst dat op YouTube. Van de Efteling fan. Vergeet niet te abonneren op de Efteling fan. Ja, want daar kun je ook alles goed bekijken. En we gaan nu even kijken bij de ingang. Ja, vanaf bij de ingang. Want normaal kan je zo rechtdoor naar de ingang lopen vanaf nu. Omdat we nou druk bezig zijn met de Efteling Grand Hotel. Moet ik nou voortaan. Oké. Zo lopen. Omdat haar. De hekken zijn. En natuurlijk, de Efteling is niet meer Winter Efteling. Want hij is weer terug veranderd naar groen. Want ik vind groen eigenlijk wat mooier dan blauw. Want groen is meer echt Efteling. Want er zit Sprookjesbos, die is groen. En je hebt ook bomen, die zijn groen. Daarom vind ik het wat mooier. En natuurlijk de stoomcarousel. Want ze waren laatst weer druk bezig geweest. Dus om alles weer terug op te zetten. Ja, van de ingang. Maar nu zijn ze klaar, geloof ik. Denk het wel. Maar ja. Nou. Oh ja. En dansen macabre. Ja. Hij gaat lekker hard. Dus hou goed nog steeds op de hoogte van dansen macabre journaal. Want daar hoor je meer op. Ik ga deze video nu weer even afronden. Wil je nog meer weten over de Efteling Journaal? Laat maar weten hieronder in het reactie. Dan zie ik je weer morgen met een gloednieuwe video. Er is maar één ding te zeggen. En het is later.